Nu heb ik, of ik had, sorry, een Engelse grootmoeder. Dus die zei tegen mij, ik was zo'n hummeltje. Die zei, you've got a sister. Wist ik veel. Dus ja, sister. Ja, dat kort je makkelijk af. Dus ik zei direct van, oh, sis. Als een hele rare ontwikkeling natuurlijk. Want normaal gesproken verdwijnt dat weer. Dat het peutertje dat gezegd heeft. Of dat misschien al een tijdje gezegd heeft. En in dit geval is het blijven plakken. Mijn ouders zijn ook sis gaan zeggen. Iedereen is sis gaan zeggen. Sis zelf ook. En ze ging, nou ja, Mary was haar paspoortnaam, zal ik maar zeggen. Ja, maar het was sis. Het van Rossum, kunt u mij horen? Je hebt veel condolenceberichten gekregen. Gecondoleerd ook bij deze nogmaals. Dankjewel. Enorme hoeveelheden, ja. Ik heb ook, je kunt niet op al die dingen persoonlijk reageren. Maar ik heb wel iedereen die duidelijk in de mail stond, die heb ik een dank gestuurd. Ik hoop dat ze dat als voldoende ervaren. Want als ik overal ook nog een verhaal bij had moeten schrijven, dan had ik hier niet gezeten. Dan lag ik nu uit te hijgen. Ja. Maar dat was heel, heel fijn om dat allemaal te zien. Ja. Ik moet zeggen, ik was ook verrast mijn eigen zuster op het journaal te zien. Ze had het zelf denk ik ook wel leuk gevonden. Maar ja, dat is de tragiek van de zaak wel. Dat je dit soort van dingen niet meer zelf meemaakt natuurlijk. Nee. Want ze stond ook op teletext. Oh, jouw favoriete medium. Ja, mijn favoriete medium. Dus je denkt, hey, potverdrie, daar staat mijn zuster. Ja. Sis van Rossum is dood. Het was wel een beetje een koele binnenkomen. Maar goed, er is veel werk van gemaakt. Ja, god, het was een... Kijk, haar gezondheid was al jaren moeizaam. Ze is ook een aantal malen niet mee geweest, maar dat het zo zou gaan. En want het komt idioot onverwacht. Het is een soort ongeluk. En van het een naar het een op het andere moment heeft er nog 2,5 dag geduurd. Ben je dood. Wat natuurlijk een hele merkwaardige zaak is. Hè? Waar je ook beter eigenlijk niet naar kunt gaan kijken. Dat is altijd een dilemma. Moet je gaan kijken naar als de betrokkenen overleden is, ja of nee. Ik zou zeggen, doe het niet. Denk aan de overledene, de laatste keer dat je haar zag. In het geval van mijn zuster, gezellig zittend aan een tafeltje met een glaasje. Want dat was Zierikzee, toen zijn we nog heen geweest. Zierikzee zal ook nog worden gemonteerd en uit worden gezonden in de huidige reeks. Maar het gekke van zo'n ongeluk is, A, dat het in haar eigen keuken was. B, dat het op haar verjaardag was. C, dat ze overleed in een half uur voor de dodenherdenking allemaal... lichtelijk absurde combinaties in mijn hoofd. Ik zit er eigenlijk nog steeds aan te wennen. Dat is het gekke, dat je toch wel voortdurend eraan denkt. Wat eigenaardig is het dat je zuster, niet waar, dat is de persoon die ik van alle nog levenden het langste kende, dat die plotseling verdwenen is. Hè? Dat ook referenties daaraan en dingen die ze zegt. En nou, hè? Maar je denkt daar natuurlijk voortdurend aan. Ik bedoel, ik loop door het park. Ik zie de bloeiende kastanjes. Mijn zuster was dol op die enorme bloeiende pracht van de paardenkastanje. En dan denk je aan wat een treurnis dat ze dit in ieder geval niet meer zien kan. Deze niet waar glorieuze voorjaarsdag. Ja. En mijn zuster kon erg genieten van, laten we zeggen, de typische klimatologische omstandigheden van Nederland. Ja, ze ging voor Koen toch ook altijd gele tulpen halen? Ja, sowieso zijn wij geweldige tulpenliefhebbers. Ik moet zeggen dat ik vaak dacht, ook bij dingen waarvan zij eigenlijk niet kon weten of hoezeer ik er de pest aan had. En zei ik er iets van en zei ze, ja, dat is inderdaad, denk korte broeken bij mannen. Het is maar dat je het weet, dat je nooit dit, dat we die opnames nooit in een korte broek gaan maken. Ja. Nee, dat vond ze niks. Nee, dat vond ze niks. Ik ook niet. Ik vind dat weerzinwekkend, stuitend. Verder is het totaal niet belangrijk. Ik dring niet aan op wettelijk verbod. Ik ga geen anti-korte broekenpartij oprichten. Maar het deed me dan veel genoegen dat zij mij direct steunde. Dat ze direct zei, ja, daar heb je groot gelijk in. Nou, zo, dit is stuitend, mannenbenen. Hè? Vreselijk, gewoon die dode knotwilligen die dan onder zijn broek uitkomen. Maar goed, dit soort dingen. Waardoor ik vaak ook bij die opnames dacht... Ik heb eigenlijk een soort tweelingzuster. Wat ook zowel in positieve als in negatieve zin geldig is natuurlijk. Want zij mocht graag klagen tijdens de opname. Zo van,
wachten. Dingen die net niet doorgingen of niet precies georganiseerd waren. Of, nou ja, alle bekende dingetjes, dat speelde bij haar wel een rol natuurlijk. En haar, ja, hoe zal ik dat zeggen, heel begrijpelijke weerzin tegen het medium televisie, omdat je nooit iets behoorlijk uit kon leggen. Kijk, die uitzendingen die duren 35 minuten. Daar zit een beginnetje aan natuurlijk, van tada tada met een muziekje en zo. Er zit een eind aan waarbij wij dan een eindoordeel over de stad uitspreken. Eigenlijk hadden we dat afgeschaft, maar dat bleek op hoge prijs te worden gesteld door de kijkers. Toen zijn we er toch mee doorgegaan. En daartussen hadden wij ieder drie onderwerpen. Nou ja, als er dan zo'n fraai altaarstuk, ik weet niet, ik meen dat het Brussel was. Het is ook een schitterend ding. Ja, dan moet je dan dus in een paar minuten moet je dan zeggen wat je ervan vindt. En dan trok mijn zuster zich daar niks van aan. En die hield een vertoog van 20 minuten. Waar je bij ook wel zei, nou fijn, dat zit erop. Dus dan is voor Sint-Vincent en mij is nog 15 minuten over. Maar goed, en dat was natuurlijk al verontwaardigd als dat dan allemaal weggeknipt werd. Ik denk dat wij toch meestal 10 keer meer beeldmateriaal hadden dan het tenslotte in die 35 minuten terecht kwam. En dat is natuurlijk het noodlot. Aan de andere kant begrijp ik ook wel, als je natuurlijk elke keer een uur aan zo'n altaarstuk besteedt, dat het aantal kijkers waarschijnlijk toch sterk zou verminderen. Dit is misschien wel de manier om de mensen erop te attenderen dat het altaarstuk bestaat en dat je zelf kunt gaan kijken naar het altaarstuk. Ja. Ik las tot mijn vreugde ook dat VVV Gorkum dat die ineens veel meer aandacht, veel meer aanloop had gekregen nadat wij er geweest waren dan daarvoor. Ja. En dat deed mij altijd ontzettend veel genoegen. Want daar doe je het uiteindelijk voor. Hè? Om de mensen eigenlijk de opening te bieden om zelf te gaan kijken of er iets van te gaan vinden. Want ze bereiden het goed voor altijd, hè? Mijn zuster was een door en door consensueus type. Het werd grondig voorbereid. Daar kun je eigenlijk zeker van zijn, want ze konden over, zeg nou maar even, dat altaarstuk kon ze ook moeiteloos een half uur praten. Dat was helemaal het probleem niet. Nee, trouwens, Vincent was ook iemand die zich zeer consensueus voorbereidde. Ja, ik ga me niet uitlaten over de manier waarop ik me voorbereidde. Ook ontzettend consensueus, maar ja, en Sis had altijd moeite met de lengte. En kijk, ik zeg het nu toch al wel, in de verleden tijd is ook zo raar. Ja. Je moet verleden en tegenwoordige tijd moet je wisselen. Als de betrokkenen overleden is natuurlijk, want die bevindt zich nu in het verleden. Maar Vincent is veel beter in het kort houden van de boodschap. Ik ben ook waardeloos in het kort houden van de boodschap, ja. Maar het is heel treurig dat ze toch plots, we hadden, kijk, IJzerwedendienende met het busje en de rolstoel, hadden we dit seizoen zonder meer nog vol kunnen maken en wie weet daarna. Ja, dat is nu in deze unieke vorm niet langer mogelijk natuurlijk. Mm. Omdat dat hadden wij totaal niet op gerekend. Dat onze onderlinge communicatie, om het maar even geleerd te noemen, dat die zo aantrekkelijk zou zijn voor veel kijkers. Dat ze dat enorm amusant vinden. Omdat ze klaarblijkelijk voortdurend aan hun eigen broers en zussen zitten te denken. Waar ze ook altijd van denken, zit die toch weer stom te lullen. Houd toch je kop eens een tijdje dicht, Joop. Dit werk. En als je dat dan ziet bij ons, dan wat overigens meestal elke werkelijke ernst ontbrak eraan. Ik geloof dat ik 1 keer erg boos ben geworden, maar dat is echt 1 keer gebeurd of zo. Maar ook het echt boos worden was ook nuttig. Ik had nooit in mijn leven ruzie met mijn zuster gehad. Never. In al die, weet ik, wat is het, 70 jaar niet. En die ene keer denk toch potverdrie. Omdat je ook nou ja, mijn zuster wees mij toch ook op het feit dat ik misschien niet altijd rekening houd met de aanwezigheid van anderen en daar gewoon maar de tijd vol lul. Hè? Dat is ook het fijne van de podcast natuurlijk, dat er niet nog iemand voorin zit die zegt van joh, zijn ze stom te lullen, laat mij ook eens even. Hè? Want jullie hebben ook gezegd, het liefst presenteren we de programma's gewoon alleen. Ja, dat vonden we alle drie, dat we een veel beter programma zou worden. Zeker mijn zuster vond dat. Als zij het alleen zou kunnen doen. Want dan kon ze over het altaarstuk ook gewoon 35 minuten altaarstuk. Ja. Geen probleem. Ik begin links en rechts. Meestal zijn die altaarstukken. Nou, laat ik haar niet voor de voeten lopen met het altaarstuk. Ik ben niet zo'n altaarstuk kenner.
Ja, zij was een heel conscientieus en dat vond zij er ook ontzettend leuk aan. Ja, maar ze vond het wel altijd hartverwarmend als ze reacties kreeg op straat van mensen, hè? Zeker. Mijn zuster vond natuurlijk, had er veel aardigheid om te zeggen dat het, nou ja, het was eigenlijk een oppervlakkig klote programma. Omdat nu eenmaal de hele televisie een ongelooflijk oppervlakkig, halfgaar klote medium is. Maar als ze dan iets verteld had en ze werd op straat aangesproken, wijkbeduurde steden, doe je hem zeggen, oh, mevrouw, wat ik heb dat gevonden, was dat ontzettend leuk dat u toen dat schilderijtje van Pietje Puk, dat u dat zo leuk behandeld heeft. Dat vond zij geweldig. En dat is volkomen juist. Omdat je overal daar, je hoeft maar één individu te raken. En als er één mens van al die miljoen kijkers, bij wijze van spreken, naar dat museum gaat en daar misschien de dag van zijn leven heeft, dan is er veel gewonnen. Ja. Hè? Dus, en ik hoop dat het veel, dat is natuurlijk veel frequenter gebeurt, neem ik aan. Ik meen dat Tijlers ooit voor het eerst van zijn leven een rij voor de deur had. Toen wij de avond daarvoor over Tijlers bericht hadden, wat een ongelooflijk lollig museum dat is. In Haarlem, ik zeg het er nog maar even bij. In Haarlem is een fantastisch leuk museum, dat heet Tijlers. Ga daar eens kijken, ook voor uw kinderen, een buitengewoon lollig museum. Vanaf 5 kunt u er allemaal leuke dingen zien. Ja. Er was ook wat ergernis over dat, want ze was toch de zus van. Vond ze dat erg? Ja, dat vond mijn zuster buitengewoon vervelend. Terecht, want ik zou dat zelf ook, als ik zou iets over mezelf lezen, ja, dat is de broer van zus, dan zou ik denken, ja, zeg, wacht nou eens even. He, ik ben een aparte, zelfstandige, individuele persoonlijkheid. Dus daar had ze in principe wel gelijk in. En ze had ook een standaard klacht. En bij van alles van, ja, ik was maar een meisje. En ik dacht vaak, ja, een beetje slap gelul, heb je het toch heel leuk gedaan. Maar daar had ze eigenlijk groot gelijk in. Dus het was een emancipatoren, niet dat ze dat ooit op camera zei, maar het was een emancipatoren boodschap die zij vaak verkondigde en waar ze groot gelijk in had. Om raadselachtige redenen heeft mijn moeder haar naar de MMS gestuurd. Te vergelijken met de moderne HAVO. Met als gevolg dat ze niet kon studeren. En door een wonderlijke opleiding is gegaan. En een allerlei wonderlijke baan heeft gehad. Die vond zij zelfs overigens wel interessant en leerzaam. Maar vanuit mijn perspectief gezien, zou ik zeggen, ook wel een beetje zonde van de tijd. Dus ik hoef toen, na je 30ste kun je gaan studeren. Ook als je niet een, zeg maar, bruikbare vooropleiding hebt, mits je een zogenaamd colloquium doctum doet, een soort minimum examentje, waar ze dan vragen, waar is een lantaarnpaal goed voor en dat soort van dingen. Dus dat hebben zowel mijn broer als mijn zuster hebben dat gedaan. En allebei zijn ze hartstikke clever. En ze kunnen beter schrijven dan ik, zal ik maar zeggen. Maar ja, mijn broer wou niet. Die wou niet meer. Die wou avonturen gaan beleven. En mijn zuster was naar die verrekte MMS geweest. Waardoor ze die achterstand in moest. Maar toen heeft ze kunstgeschiedenis geleerd. Prima deluxe. Ik kan niet anders zeggen. Na haar 30ste. In combinatie met een volledige betrekking. Ja, dat moet je er wel bij. Waarbij ze op het Kunsthistorisch Instituut, in mijn herinnering, nog zeiden, ja mevrouw, dat het is zo'n ongelooflijke, moeilijke, zware studie. Dat kunt u niet combineren met werk. Puur gelul, eerlijk gezegd. Als je hard werkt en intelligent bent, kun je vrijwel elke alfa of gamma studie, niet waar, kun je zonder enig probleem in 20 uur weer hard werken per week, kun je dat doen. Naar mijn idee. Ja. Wat ik ervan gezien heb. Je kunt ook meer uren werken, maar dan word je al heel snel een stralende zon aan het studentenfirmament. En waar was ik gebleven? Ja, dus ze heeft met veel succes gestudeerd. En toen was ik was gepromoveerd en ja, dat is een beetje een gek verhaal, maar goed, mijn broer was ook gepromoveerd. Ook zo'n later bekeerling op het punt van het onderwijs. En toen had mijn zuster een heel succesvolle scriptie geschreven over de Sint-Servaas in Maastricht, als ik het wel heb. Dus ik zei tegen mijn zuster, dat is nou leuk voor mijn moeder, die was nog toen nog bij de tijd. Als jij nou op die scriptie, dat is gewoon een kwestie van een beetje erbij rommelen en nog zo wat dingetjes doen, kun je er zo op promoveren. Dan zijn we alle drie gepromoveerd. En dan houden we voor mijn moeder een promotiefeestje. Want toen mijn ouders gingen scheiden, zei natuurlijk de hele familie, oh jee, die kinderen die groeien voor galg en rat op.
Daar komt niets van terecht. Dat is een scheiding. Dit speelt zich af in de late jaren 50. Dus dat was nog een vrij... Tegenwoordig ben je bijzonder als je niet gescheiden bent. Maar toen was je bijzonder als je wel gescheiden bent. Nou ja, dat is, ik dacht dat was ontzettend leuk. Maar ze had er eigenlijk geen zin in om het te doen. Dus we zijn... ze had het makkelijk kunnen doen. Hmm. Want ze heeft ook uit een of ander test... bleek ook dat ze... in feite onder haar eigen niveau op die MMS zat. En ze heeft daarna lange tijd op middelbare scholen gewerkt... en ook op de hogeschool Utrecht. Ja, ze heeft op een IVO-MAVO gewerkt... en ze heeft met moeilijke meisjes gewerkt. Dat is helemaal aan het begin van haar werkzaamheden. En tenslotte is ze docent geworden hier aan de HBO-opleiding. Ja. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig... Ja, die dingen maken 10 jaar een andere naam. Hogeschool Utrecht volgens mij heet dat. Ja, maar daar heeft ze ook kunstgeschiedenis gegeven... maar ook alle andere dingen, omdat ze ook drama... docent, dat vond ze ook hartstikke leuk. Ja, dat, hoe dat zo bij haar gekomen is, weet ik niet. Ik heb niet veel met drama. Dus, maar goed, zij vond dat leuk en dat is een feit. Als je daar slag van hebt, dan kun je met die kinderen kun je van alles bereiken. Mijn zuster was ook betrekkelijk streng. Dus de moderne kinderopvoeding, daar had ze echt helemaal niks mee. 0,0 terecht, overigens naar mijn idee. Ja, wat er mis is met ons onderwijs, is dat het meestal totaal chaotisch is. En gedomineerd wordt door het kringgesprek. Zeg ik nu even uit de losse pols. Ik moet er ook bij zeggen dat natuurlijk de schoolsucces of hoe dat gaat. Laat ik even afdwalen van het thema. Enorm afhankelijk is van de school en waar die is en wat de ouders zijn. Dan gaan ze maar door. Ik moet je zeggen, mijn kleinkinderen, ik let er natuurlijk speciaal op. Die konden echt binnen 3 maanden tip-top lezen. En waarschijnlijk ook al heel aardig schrijven. Ik geloof dat mijn kleinzoon die las in groep 3 dus, hè, klopt dat? Ja, die groepen, dat is ook zo wat. Las die, vroeger ging in de kleuterschool en dan naar de lagere school. Maar nu zit je eigenlijk altijd in een groep. Hè. Ten slotte ook als bejaarde zit je in de bejaardengroep. Je leven bestaat uit in groepen zitten. Een verschrikkelijk idee op zichzelf al. Nee, dus mijn kleinzoon kon, herinner ik mij, zijn eigen Sinterklaasgedicht voorschrijven, voorlezen. Dus nou ja, was begin september begonnen daar in groep 3. Ja. Er is een krant, die heeft trouwens een leerling gesproken die dus les heeft gehad van Sis. Ik weet niet of je dat gezien had. Nee. Ilse Bekkers, die heeft dus die les drama gehad aan die hogeschool hier in Utrecht. En ze zegt, ja, de manier waarop ze is heen gegaan past ergens ook wel bij haar. Met iets van drama, maar dan weer niet te lang. In elk geval was ze geen vrouw om zachtjes weg te kwijnen, zegt die Ilse. Nee, dat is zeker niet, ja. Ja, ja, mijn zuster heeft van haar hart nooit de moordkuil gemaakt. Dat was, en dat zeker met het wat ouder worden, had ze nog meer de neiging om de zaken recht voor zijn raap te zeggen. En ja, naar mijn idee is dat buitengewoon verstandig. Ik had er wel eens moeite mee dat ze erg op haar ponteneur stond tijdens de opnames. Maar achteraf, en naarmate ik graag weet was graag, vond ik het eigenlijk prima dat ze dat deed. Omdat het natuurlijk al heel snel bleek dat onze licht, hoe moet ik dat zeggen, geprikkelde conversaties soms, dat die voor vele kijkers dus juist de charme van het programma uitmaakte, dat we niet, en dat we ook niet voortdurend stonden te lachen. Nou ja, dat we eigenlijk precies niet deden wat iedereen in televisieprogramma's wel doet. Het was niet gescript, hè? Nee, nooit. Dat is ook zoiets dat mensen altijd denken dat je dat van tevoren dan 7 weken geoefend hebt. Niet waar, bij de nonnetjes of zoiets dergelijks. Nee, mensen, nee. Houd toch op met al die lulpraten over ons. Hè, op dat stomme Twitter, terwijl u er niets van af weet. Nee, natuurlijk. Er waren op Twitter wel heel veel positieve berichten. Ja, dat is waar. Ja, ik moet niet te veel klagen. Heel veel mensen die medeleven hebben. En Koen, daar is ze nooit mee getrouwd, hè? Haar partner. Nee, dat is wel een sterk verhaal. Dat op een goed moment, omdat zij natuurlijk een fors pensioen te verwachten had. En je weet, als je plotseling doodgaat, dan is dat weg als je niet getrouwd bent. Dan zei dat je het wel in een notariële zaak kunt regelen, maar goed. Ja, ineens hadden ze besloten, ze zouden toch gaan trouwen vanwege de pensioenkwestie. Helemaal niet omdat ze dat nou zo belangrijk vonden, maar dat pensioen is natuurlijk wel interessant. Want je krijgt ook bij het overlijden van de partner dan, alsnog bij het ABP 60% van het pensioen. Precieze percentages weet ik niet, maar zo zit het ongeveer.
En bovendien belde ze eens op of ik getuige wilde zijn. Ik zei, nou, dat wil ik natuurlijk wel zijn. Want dan kan ik ook misschien een komische voordracht houden over Koen en jou en zo door de jaren heen. Ik ken Koen gek genoeg langer dan mijn zuster, want wij zaten samen op school. Dus mijn zuster heeft Koen pas leren kennen nadat ik hem al lang kende. En dus ik dacht, dat lijkt me wel fijn om te doen. Dus ik had al in mijn hoofd zo'n leuke voordracht, zal ik maar zeggen. En belden ze, ik meen 2 weken later, belden ze op. Het is totaal van de baan, want we hebben hooglopende ruzie over het huwelijk gekregen. Wat ook heel karakteristiek was. Dus toen hebben ze het notarieel keurig laten regelen. Het een lange termijn relatie, nou, enzovoort. Ik weet niet hoe lang ze niet bij elkaar geweest zijn. Dat is... Maar ja, het blijft gek dat iemand toch van het een op het ander werd. Die mevrouw kan wel zeggen, typisch is dat ze ondersteboven gevallen is en 2,5 dag later overleden is. Maar ja, het is. Je denkt ook plotseling toch aan al die mensen die, waar de politie aan de deur komt en zegt: ja, het is heel ongelukkig, mevrouw, gaat u even zitten. Uw familielid, ja, wie het ook is, heeft een auto-ongeluk gehad en heeft het niet overleefd. Het is een hele. Plotse cesuur en dan heb ik er nog samen met Koen nog een half dagje bij gezeten. Hmm. Ja. Maar goed, toen was het eigenlijk al een aflopende zaak. Ze is na de val vrij snel in een coma geraakt waar ze nooit meer uit is gekomen. Ja. Maar je zegt eigenlijk, je moet er nog aan wennen aan het idee dat het zo snel is gegaan. Ja, ik moet er überhaupt nog wennen aan het feit dat ze er niet meer is. Ja. Maar ik ben dus niet zo iemand die in het rouwproces dat die hoort. Ze is dood en dat je meteen in een niet meer te stuiten tranenvloed uitbarst en op de grond gaat liggen kronkelen, zal ik nou maar zeggen. Maar totaal niet. Maar ik moet er langzaam aan wennen. Mm-hmm. Ook toen mijn vader, die was dus ook vrij plotseling overleden, heb ik nog maandag als de telefoon ging, God zal mijn vader wel zijn. He? Ja, met je pa. Ja, ik zit hier in de hemel, maar het uitzicht is matig, zoiets in die geest. He? En dat zal ik precies ook hebben. Nu loop ik ook steeds rond en denk van, goh, ook treurig dat ze deze dag in ieder geval niet meer mee kan nemen. Nee. Er zullen ook mensen zijn die zeggen van, ja, ze... Ik moet zeggen, zij lag in haar coma in een kamer, ziekenhuiskamer, waarbij meteen achter het raam, echt op 1,5 meter, een prachtige bloeiende kastanje stond. Dat was wel merkwaardig. Ja, ja. Wat betekent het nou voor het programma? Is dat klaar? Ja, daar weten we niet. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. We zijn natuurlijk ooit ben ik met mijn broer samen naar Berlijn gegaan omdat mijn zuster ziek was. En we hebben ook wel eens gedaan dat ze daar zo beroerd aan toe was dat ze dan voor 1 dagje of 1 middagje werd ingevlogen. Ik heb geen flauw idee. Het mist natuurlijk toch iets van het unieke karakter wat het had als ze er niet bij is. Juist door haar bokkigheid en tegendraadsheid, waar ze toch een meester in was in allerlei opzichten. Er zullen ook maar heel weinig mensen in Nederland tv-programma's maken die zelf al, ik geloof, 20 jaar niet naar de televisie hebben gekeken. Nee, dat was bij haar zo. Ja, ze keek nooit. Koen die kijkt volgens mij na 10 wel even of wat er in de wereld gaande is. Maar ze keek nooit naar televisie. Vond ze een weerzinwekkend medium. Ja. Hoe is Vincent eronder? Ja, zoals Vincent is, die laat niet veel merken. Dat zou bij hem net wel zoals bij mij gaan, een beetje langzaam. Hè. Mm. Ik weet niet of jij had verwacht dat ik wenend binnen zou zijn gestapt hier iedereen kent je toch als rationeel? In de audio-studio. Ja. Ik bedoel, Audi-studio. Nee, zo gaat het. Het gaat heel langzaam. Rouwproces is iets wat zich heel traag ontwikkelt. Hè, waar je natuurlijk vaak jaren mee bezig bent in allerlei opzichten. Ja. Ja, hoe was dat bij het verlies van je moeder? Nou, dat was totaal anders. Kijk, mijn moeder is die is 91 geworden. Die is 6 jaar totaal dement geweest. En ik weet wel dat we werden gebeld. En met ook zo'n zalvende stem uit het verpleeghuis van, gaat u even zitten. Een vreselijke gebeurtenis. Dus je denkt, het verpleeghuis is ingestort. Door een atoombom geraakt. Maar goed, nee hoor, ik begreep direct dat mijn moeder overleden was. En toen zei ik gewoon, mevrouw, ja, u doet alsof het verschrikkelijk is, maar
dit is voor haar en voor mij een immense bevrijding. Mm. Ze was al lang niet meer wie ze was. Ik bedoel, dat was eigenlijk aangrijpend en ellendig. Dat daar zit dus iemand die kwam naar de vorm als het ware er nog is. En die verder volledig afwezig is. Mm. Mm. Ja, voor zover ze ooit iets zei, was ze boos. Dus ja, want je hebt bejaarden die worden, dementen die worden boos. Je hebt dementen die heel rustig en liefjes op weg naar het einde gaan. Hmm. Maar goed, ik moet je zeggen dat mijn moeder er ook verrassend dood uitzag. Dus laat ik nogmaals zeggen, als u daar geen speciale behoefte aan hebt, ga niet kijken. Nee. Er zijn mensen die zeggen, je moet het juist even zien om het door te laten dringen. Dat het ik weet het niet. Ik ben daar niet. Ik geloof niet dat ik daar een groot voorstander van ben. Het is natuurlijk niet prettig om te zien. Maar zeker bij mijn moeder dacht ik eerder aan mijn moeder 10 jaar eerder dan aan dat moment dat ze daar in die stoel zat. Ja. Waar komt de naam Sis eigenlijk vandaan? Want ze heet Mary. Zij is genoemd naar haar tante. Namelijk de oudste zuster van mijn vader. Want mijn vader en moeder die woonden in Bilthoven in de oorlog. Mijn vader kon de deur niet uit natuurlijk vanwege dat hele probleem met die arbeidsinsats en de kans dat je opgepakt werd. En tante Mary die ging op hongertocht, zoals dat heette. Dus die maakte lange fietstochten naar het oosten des lands. En dan moest je zorgen dat je daar voedsel kreeg. Hoe dat precies ging, dat er waren allerlei methodes voor. Ik heb daar wel iets over geschreven in een boekje over Market Garden. Omdat er altijd het gerucht ging dat deftige families dat niet deden. En dan was mijn familie, ja, het is steeds minder deftig geworden. Maar goed, die was toen nog heel deftig. Maar dat is helemaal niet waar, mijn opa, die ging er gewoon op uit. Terwijl een hele deftige man was, dat vond hij zelf ook. En tante Mary ook. En omdat mijn moeder en mijn vader toch het gevoel hadden dat tante Mary hun gered had in deze sombere tijden. Of in ieder geval een belangrijke bijdrage had geleverd aan het feit dat ze het min of meer ongeschonden hadden overleefd. Want mijn moeder was natuurlijk al die tijd zwanger in de hongerwinter van mijn zuster. Die is 2 mei geboren. Blijft natuurlijk wonderlijk dat thema. Mijn ouders waren piepjong. We waren vroege twintigers. Het hele wereldleed. Dat als je maar jong genoeg bent, dan kijk je anders tegen de wereld aan. Dus ja, ik was geboren in oktober 43. En Sis is van mij 45. Tel uit je winst. Is net 1,5 jaar. Zoveel is het niet. Maar om tante Mary te bedanken, hebben ze Sis Mary genoemd. Nu heb ik, of ik had, sorry, een Engelse grootmoeder. Dus die zei tegen mij, ik was zo'n hummeltje. Die zei, you've got a sister. Wist ik veel. Dus ja, sister. Ja, dat kort je makkelijk af. Dus ik zei direct, oh, sis. Als een hele rare ontwikkeling natuurlijk. Want normaal gesproken verdwijnt dat weer. Dat het peutertje dat gezegd heeft. Of dat misschien al een tijdje gezegd heeft. En in dit geval is het blijven plakken. Mijn ouders zijn ook Sis gaan zeggen. Iedereen is Sis gaan zeggen. Sis zelf ook. En ze ging, Mary was haar paspoortnaam, zal ik maar zeggen. Maar het was Sis. Dus heeft die naam aan jou te danken eigenlijk? De naam Sis heeft ze aan mij te danken. Ja, zonder meer. Ja. Ja. Hebben jullie nog een bijeenkomst of een afscheid? Ze wordt gecremeerd, hè? Heb je? Ja, zeker. Ja, we hebben een bijeenkomst, maar ik ga er verder niks over zeggen. Want, dan staat al de boulevardpers op de stoep. Nou, het hele idee dat toch aanloop zou kunnen komen, hoe sympathiek ook, en dat zou Sis ook niet prettig hebben gevonden. Sis was echt voor het pure minimalisme. Ja. Dus ik heb ook een minimaal klein advertentietje in de NRC laten zetten. Waardoor ook andere instellingen die een advertentie hebben gezet, ook tot mijn genoegen, tot minimalisme hadden besloten. Het kabeltje moet je even iets aandrukken onderaan je. Want dat kabeltje is, er zit iets van een, dat is dus als je het niet goed opbergt, gaat het zo kraken. Ja, nu doet hij het weer. Ik kraakte dus. Ja, het kraakt een beetje, ja. Het is wel leuk als ik wat ouder word dat ik kom. Kraken. Ja, maar dit is dus nu de microfoon die kraakt. Sorry, ligt er. Die 103-jarigen die dan de burgemeester op bezoek krijgen. En dan zit er ook een journalist van het lokale blaadje. En die zegt dan, hoe bent u nou zo 106 geworden? En dan zeggen ze altijd in een, elke dag een haring en een sigaartje. Ja. Dat soort. Althans, die in die generatie tegenwoordig worden
zoveel mensen, 100, dat ik geloof de burgemeester komt niet meer op bezoek. Dus ja, daar is er nog een soort afscheid voor direct betrokkenen. Ja. Familie, mensen die het programma hebben gemaakt enzovoort. Ja, dus heel minimalistisch gaan jullie dat doen. Ja, ja. En is het, als je dit nou meemaakt, kan ik me voorstellen dat je over de andere dingen die in de wereld gebeuren even niet meer zo druk kunt maken? Nou ja, God, je hebt het enorm druk. Even, ja, Koen nog drukker natuurlijk. Maar je moet toch op een of andere manier die hele zaak organisatorisch op de rails zetten. Ja. Op zodanige manier dat het er goed gaat aflopen. Dus ja, daar ben je wel even druk mee. Dat zeker, ja. Ja. Hebben ze kinderen? Nee. Nee. Ik geloof niet dat ze daar grote behoefte aan hadden. Nee. Nee. Maar als je de reactie ziet van alle mensen, dan heeft ze in ieder geval wel wat teweeg gebracht. Ja, ze is natuurlijk op latere leeftijd, want dat is natuurlijk het eigenaardige. Dat ik weet niet eens precies wanneer begon die serie, of 2015 of zo. Ja, is zij nog tot... daar begonnen we mee, tot een bekende Nederlander uitgegroeid. Terwijl ik zweer je dat ze die ambitie niet had. Nee. Ze vond het eerder... Ze vond het fijn aangesproken te worden, bedankt te worden voor wat ze gedaan had. Dan dat ze de vreselijke ijdel was op was. Maar ze vond het toch wel leuk. Volgens mij vond ze het ook wel leuk dat de slager dan zei... Hé, dag mevrouw Van Rossum, want dat krijg je dan. He, dat mensen weten hoe je heet. Wat natuurlijk in de meeste winkels niet het ongebruikelijk is. Nee. Nou, jullie zaten ook wel af en toe bij de talkshows om dan die serie te promoten. Hè? Ja, dat was dit jaar nou voor het eerst geloof ik niet gebeurd. Niet dat het voor de kijkcijfers een malle moe heeft uitgemaakt. Maar nee, kennelijk hadden ze zoveel Oekraïne erin zitten dat wij... wij zijn nooit met z'n drie in Oekraïne geweest. Dat was ook wel komisch nog bij de start van deze serie. Dat we dus... steden zouden gaan bezoeken en dan gezamenlijk daar iets van zouden proberen te maken. Misschien moet ik dat ook nog even vertellen. Ik had toen samen met mijn broer bij de Wereld Draait Door gezeten. Er was enorm gelachen over het feit dat we dezelfde stemmen hebben. En ook wel enigszins op dezelfde manier formuleren. Dat is gewoon mijn vader, dat is heel simpel. Ja, dat is zo'n normale culturele overdracht. En toen werd ik eigenlijk... Op heel korte termijn werd ik gebeld door twee omroepen. In ieder geval de BNN-VARA. Of was het toen nog niet BNN-VARA? Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Of we niet samen een komisch programma wilden maken. Nou is mijn theorie. Maak nooit met opzet een komisch programma. Dat moet je niet doen. Nou, misschien als je een geniale cabaretier bent. Dat weet ik. Dat weet ik niet. Die moeten het verder ook natuurlijk een beetje zelf weten. Maar... zodra je namelijk expres leuk gaat doen, is het niet leuk meer. Dat is een wet van mede en persen. Denk aan de lama's. Dat moet je dus niet doen. Dus ik heb direct gezegd, ja, daar voel ik eigenlijk geen kloot voor. Om daar iets geestigs te gaan doen. Want dat wordt ontzettend pijnlijk en gezocht. Dat gaan we dus absoluut niet doen. Maar we hadden ook gezegd dat bij al deze wonderlijke eigenschappen die wij dan gezamenlijk vertoonden, dat mijn zuster eigenlijk wel het hoogtepunt van de combinatie van al deze wonderlijke eigenschappen was. Met name bij het chaufferen was mijn zuster, nou zeg maar gewoon psychopathisch, anders kun je het niet zeggen. Ik bedoel, wat mijn zuster schold achter het stuur was zo gruwelijk op de medeweggebruikers. Dat Koen het ook niet prettig meer vond, die gebruikte geloof ik oordopjes. En toen met wat heen en weer praten met Sky High, dat is een productiemaatschappij, kwamen wij op het idee om gebruik te maken van onze expertise. Maar vooral om niet leuk te gaan doen. Verschrikkelijk, nee, als ik het nu ook weer zeg, leuk gaan doen, dat is het verschrikkelijkste wat er op deze planeet bestaat eigenlijk, leuk doen. Hè? Mensen die altijd leuk doen. En lachen en dat was niks voor ons. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Toen zijn we op deze formule gekomen. Nou, nu komt de zogenaamde leuke pointe. Dat mijn zuster, toen we het daar even over hadden, ze zei, zijn mijn zuster Buenos Aires, Hawaii, Tokio, daar dat wordt. En toen bleek al snel dat het alleen Nederlandse steden waren. En het buitenland mocht wel, maar alleen als het met een dagtrip te bereiken was. Dat waren de eisen van de NTR. Ja. En zo is het ook gegaan. Dus mijn zuster was wel een beetje teleurgesteld dat we niet naar Tokio konden.
Maar wel mooi om te zien wat de impact is. Want laatst waren jullie in Heerlen. En als je dan ziet wat mensen daar dan over schrijven. Ja, vooral omdat natuurlijk wel over dat we over vrij positief waren over Heerlen. Ja. En dat is een heel wonderlijk mechaniek. Maar je hebt steden waar je enorm verheugt. En valt het toch nogal tegen. Groningen is een klassiek voorbeeld bij ons. Ik weet niet waarom eigenlijk achteraf. We vonden het een rommeltje. En Almere? Nee, dat vonden we... Ik had daar speciaal op aangedrongen. Want je kunt niet al die prachtsteden in Nederland blijven bezoeken. En dan Almere of Lelystad overslaan. Jij wilde daar naartoe heel graag. Ja, ik wou graag naar Almere. En de andere twee zeiden, het is nog erger dan je denkt enzovoort. Mijn broer was geweest. Maar al met al vond mijn broer het met name vrij interessant. Vanwege die verschillende wijken en hoe het opgezet was. En we konden gezellig samen schelden op het centrum van Almere. Wat inderdaad gruwelijk is. Blijkt heel lastig om een leuk centrum te bouwen. Dat moet als het ware historisch groeien. Dat moet organisch uit de grond komen, maar zo te zeggen. Maar wij waren bepaald niet ontevreden over Almere. Ja, met de beperkingen die stad heeft. Want het is nou helemaal een nieuwe stad. Ja. En zelfs Lelystad. Want ja, uiteindelijk moet je de stad afmeten aan de vraag of de modale inwoner van die stad daar redelijk woont met een redelijk tuintje en een acceptatie, nou, enzovoort, enzovoort. Dat is in Lelystad best het geval. En daar wees Vincent ook steeds op. Je moet je afvragen, is het voor mensen redelijk te doen om hier te wonen? Ja, dat is ik. En dat was het ook daar. Ja, het centrum van Lelystad gaat geen prijzen winnen. Er is namelijk geen centrum dus daar. Nee. Het is wel een beetje, het is een heel rare schouwburg. Hè? Een soort van wonderlijk oranje monster. Ik ben er zelfs laatst opgetreden. Binnen merk je er niks van. De Neudeflat is ook bekend, hè? Uit jullie programma. Ja, iedereen weet hoe ik denk over de Neudeflat. Die tot mijn stomme verwondering en ontzetting ook een rijksmonument is geworden. Dus ook mijn plan om hem op te blazen. Ja, het moet dan zo georganiseerd worden dat de bewoners... Het is tegenwoordig een appartementengebouw. Notabene als kantoor gebouwd, hè? Wie bouwt er nou op die plek een gigantische kantoortoren, terwijl er geen enkele parkeerruimte in de buurt te vinden is? Aan de overkant ligt het mooie postkantoor en aan de andere kant ligt die flat. Hè? Ja, daar ligt die flat. Daar ABN staat zitten. Die flat. Hij ligt niet. Lacht hij maar. Dat was niet zo erg. Hè? Hij staat. Dat is het probleem. Het is ook nog een gebouw van de Broek en Bakema. In ieder geval zo'n bekende architect. Is een monsterlijk ding. Dus ik ben altijd van plan om hem op te blazen. Ik heb daar ook onderzoek naar gedaan, maar ja, het zal er wel niet van komen, denk ik. Nee. Het is nu een rijksmonument, dus dan ben je waarschijnlijk strafbaar. En die eetmomentjes, waarom zijn die eruit gehaald? Nou, dat is op zichzelf leuk dat je dat ter sprake brengt. Omdat we natuurlijk... Kijk, de televisie, ik weet niet precies, schijnt wel een soort academie te zijn waar die mensen hun opleiding genieten. En daar krijgen ze allemaal hele rare dingen, hele rare lessen krijgen ze. Zo is bijvoorbeeld een standaard element in elke televisieopname is dat er een loopje moet zijn. Dus de betrokkenen, wie het dan een groot geleerde, die gaat iets over de COVID zeggen. Of het kan een politicus zijn. Die moet met een enigszins ernstig staand gelaat een eindje lopen. Dat is namelijk voor de voice-over. Die gaat dan zeggen, oh, daar zien wij de grote geleerde professor Pietje Puk. Bij jullie is Philip de voice-over, hè? Ja, maar bij ons is Philip de voice-over. Wat ook deels hele wonderlijk effect heeft gehad. Want Philip heeft een hele leuke voice-over gedaan. Voor een hele speciale wijk in Den Haag waar we nooit geweest zijn. Dat moet ik zeggen, dat streekt mij wel enigszins tegen de haren in. Dat je tenslotte denkt, nou ja... Wij kunnen rustig thuis blijven. Dat doet Philip de voice-over. En een cameraman zorgt voor lollige shots. Dan de zogenaamde beauties. Dan klaar is Casey. Maar het is maar één keer gebeurd, moet ik zeggen. Het zal kennelijk met de kijkers is het nooit opgevallen, voor zover ik weet. Ja, dat zijn dus de loopjes. En dan vooral natuurlijk omdat je vaak het loopje dan ook nog een keer over moet doen. Dus je hebt net niet een goed loopje gedaan of een te lang loopje. Of je hebt de grote passen gemaakt of je hebt je verslikt. Nou ja, dat is altijd wel wat. Dus ik heb bijvoorbeeld een ijzeren wet, 3 loopjes. That's it. Dan houdt het op. Is het afgelopen. Dan is het natuurlijk het leesmoment. Vooral als het een geleerde is, die moet dan zo met zo'n studieus gezicht moet hij iets zitten lezen waar je in alle opzichten kunt zien dat hij helemaal niet zit te lezen, maar zit te wachten tot de regisseur zegt, ja, het is wel genoeg zo. En de tv is gek op leuke momentjes.
Dat kunnen eetmomentjes zijn, dat kunnen bootmomentjes zijn, dat kunnen valmomentjes zijn. Het kan, ze hebben een hele eindeloze repertoire van momentjes. Dat is om het op te leuken. He? Ja, je staat iets uit te leggen en zo. Het moet wel opgeleukt worden natuurlijk. Dus wij werden vaak aangezocht om een zak friet te eten. Of, god, ik herinner me nog. Ik meen Brusselse wafels, kan dat? Jezus, wat was dat smerig, zeg. Ik bedoel, ook zo vet dat je, als je één Brusselse wafel had gegeten voor de camera, hoe die 3 weken niet meer te eten. Het was, dus we hebben ons eigenlijk vanaf het allereerste begin maximaal verzet tegen momentjes. En dat, ondertussen zijn we wel zo ver dat het momentjes wel geminimaliseerd zijn. Ja, dat kun je rustig stellen. Dus ze zitten er wel nog in, maar... Nou, het is echt minimaal. Loopjes. Nou ja, we hebben nu voor het eerst Zierikzee. In die zin ook echt tragisch. We hadden besloten dat Sis wel in de rolstoel erop kon komen. Ja, dat is nu 1 keer gebeurd in Zierikzee, maar het zal niet meer gebeuren. Wij dachten juist dat verlengt de mogelijkheden. Ja, want waar zouden jullie nog naartoe gaan? Wij zouden nu naar Emmen, was de volgende. Dat zou in principe volgend weekend zijn. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Nee. Terwijl wij ons al redelijk hadden voorbereid op Emmen. Ja. Zoals gewoonlijk. Goed voorbereid. Ja. En ze kunnen ons niet beschuldigen van slecht voorbereiding. Wij waren altijd heel consciëntieus. En zeker mijn zuster. Ja. Zeer consciëntieus. En het huidige seizoen wordt wel gewoon uitgezonden. Wat we vorig jaar gemaakt hebben, inclusief de allereerste die we nu hebben gemaakt, Zierikzee, wordt uitgezonden. Ja. Daar hebben we wel een tekstje voor verzonnen. Hè, met die, dat ze met frisse tegenzin toch altijd leuk gedaan heeft.